Welkom bij Delfshaven TV. Burgemeester Abu Talib was bij ons in de wijk hier in Delfshaven. Hij onthulde onder meer de nieuwe schilderijen op het transformatorhuisje. Hoi, ik ben Marion Rutte van kinderatelier.5 en vandaag gaan we het Elektra-huisje onthullen. Want wat was jullie bemoeienis met dit project? Kinderen uit de wijk die hebben linosnedes gemaakt bij ons als ontwerp voor dit huisje. En wij hebben dat groot laten printen op deze platen, speciaal voor buiten. En nou wordt het onthuld, zit het erop. En hoe zijn jullie tot dit onderwerp gekomen? Ja, het onderwerp is eigenlijk heel simpel. Het is eigenlijk de omgeving van het huisje zelf. Dus je ziet een prachtige lino daar van de brug. En de huizen in de omgeving, zwanen in de schie. Ja, alles eigenlijk wat om het huisje heen gebeurt. Door kinderen dan getekend. Ik begrijp dat jij een van de kunstenaars bent. Hoe heet je? Ik heet Anouk. En welk werk heb jij gemaakt? Ik heb de brug... Die brug gemaakt en daarbovenin heb ik nog een andere tekening gemaakt. Ik ben Maud. En ik begrijp dat jij gewonnen hebt. Ja. En waarmee heb je gewonnen? Met een lino snede. En wat is daarop te zien? Bekende stukjes van Delfshaven. En hoe vond je het om het te maken? Vond je het moeilijk? In het begin wist ik helemaal nog niet wat ik moest maken, maar daarna ging het wel veel beter. Hoe vond je het om dat te maken? Ik vond het heel leuk. Nu komt zo meteen de burgemeester. Wat vind je daarvan? Ik vind het wel heel gaaf. Ik vind het heel cool dat het zo wordt gedaan. Er komt zo meteen de burgemeester. Wat vind je daarvan? Ik vind het wel bijzonder dat hij dan mijn schilderij komt onthullen. De reden van uw bezoek aan Delfshaven vandaag? Nou, ik ben hier nu voor de tweede keer samen met de wethouder Karkus. Omdat we kijken naar de gang van zaken rondom onderhoud, schoon, heel en veilig. Van de grote visserijstraat in het bijzonder. Maar ook omdat hier op het terrein van stedelijke vernieuwing en ondernemerschap de komende jaren forse ingrepen nodig zullen zijn. Begrijp ik dat het I... uw idee was om dit elektriciteitshuisje weer mooi te maken? Nou, je zegt wel eens wat als burgemeester, want ik liep hier toen langs. Toen vond ik het eigenlijk een vieze bende. En toen heb ik van gezegd, kan dat niet anders? En kennelijk hebben mensen dat gehoord en dat hebben ze opgepakt en vertaald in een opdracht voor zichzelf. En nu gaan ze dit verbeteren. Nou, dan gaan ze kijken wat het geworden is. U gaat het feestelijk onthullen? Ja, we gaan hem onthullen, ja. Dank u. Dank u. Hoe vindt u het uiteindelijk geworden? Nou, mooi. Dit is met een beetje verf en een paar ideeën van kinderen en een kunstenaar kun je er toch iets van maken. En dan is het weer ineens toonbaar voor de stad. En dan loop je er graag langs. En een betere plek geworden. Nou ja, dat is het, zie je zeker. Je moet zo'n buurt waar heel veel fysiek moet worden verbeterd de komende jaren, moet je ervoor zorgen dat datgene wat de straat toonbaar maakt, dat niet onderuit gaat. En dat zijn van die dingen die net de buurt een beetje een mooie smoel geven. Karin, hoe vind je het geworden? Ja, het is heel erg mooi geworden. Ik fietste gisteren al langs en toen moest ik stiekem toch al een beetje kijken. En vooral als de zon erop komt, omdat er ook metaal onder zit, gaat het heel mooi glimmen. Dus er heeft natuurlijk ooit een schildering opgezeten van een kunstenaar uit de buurt. En dat is heel lang mooi geweest. Ja, op een gegeven moment moet er toch iets nieuws komen. Dat vond die kunstenaar gelukkig zelf ook. Ja, en dit is een hele mooie aanwinst, ook met de kinderen van punt 5, die altijd heel actief zijn in de wijk. En met steun van buurtbewoners. Dus ik ben heel trots op wat er hier gemaakt is.